says, feel it sinking in, lonely. En ik heb mijn nieuwe legging aan. Met die bloemetjes. Ja, die heb ik aan. Het staat leuk. Ja, wat ga ik nou weer openen? Oh, ik vraag niet op Pokémon. Nee, weg ermee. Ik moet die open hebben. Dus ja, dat dus. Maar ik zou terugkomen op dat tasje. Het is een blanco-bruine papieren tas. Ja? Waar ook wel eens bestellingen van een Chinees of wat dan ook in worden gebracht. Dat boeren. Nou, deze lag trouwens in de brievenbus. Maar die heb ik erbij gedaan, want die behoort erbij. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag, de 29ste van de 3e 2023 en we leven al een jaar, heel laat, 15:39. Jullie zien ook, ik ben niet opgemaakt. Ik heb wel weer schone kleding aan, ik heb wel oorbellen alleen, maar dat is dan al. Ja. De reden daarvan is, ik werd uit mijn bed gebeld vanochtend. Ja. En toen stootte ik mijn hoofd. Nou, dan weet je het wel. Maar je gelijk ook hoofdpijn, want je schrikt sowieso van de bel. En dan stoot je je hoofd nog eens een keer. Door de schrik. Je schrikt. Waar ik tegen gestoten heb, ik weet het niet eens. Ik heb mijn deurbel opgenomen, maar zegt die klungel ook nog dat er een nieuwe batterij in moet. Nee, er moet geen nieuwe batterij in, want daar werkt niet op batterij bij mij. Er werkt gewoon op stroom ook. Ja. Ik ga niet iedere keer met een nieuwe batterij lopen. Stel je voor dat het slecht weer is en dat je in de regen een batterij moet wisselen. Ja, ik ben gekke Henkie niet. Maar in ieder geval, ik kreeg een tas vol met materialen en daar kom ik straks op terug. Ik krijg die tas. Maar dat komt straks, want ik wil eerst met mijn handjes lopen. Ja, even frisse lucht halen. Ik ga mijn wandel-app weer aandoen. En ik heb mijn nieuwe legging aan. Met die bloemetjes. Ja, die heb ik aan. Hij staat leuk. Ja, wat ga ik nou weer openen? Oh, ik vraag niet om Pokémon. Nee, weg ermee. Ik moet die open hebben. Dus ja, dat dus. Maar ik kom er straks op terug met die tas. Want er zit een heleboel in. Ja, dus dat komt zo wel. En ik zeg gewoon wel alvast dankjewel gemeente, ja, voor twee dingen dus. Mijn hoofdpijn, ik ben een misselijke, duizelige, gek van in mijn kop. En het pakket, ja. Als er niet iemand was gekomen, had er niks aan de hand geweest. Had ik er al lang al uit geweest. Hadden die meiden al buiten geweest, had ik al aan de gang geweest. Nee, het is nou helemaal zo, ik kan er niks aan doen. Nee. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. De klok zegt, het is nou 16:00, ja. 1 minuut over. Maar in ieder geval, ik zeg tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben net weer binnen met de meisjes. En dan krijg je ook nog de regen op je hoofd, op je, ja, over je heen. Want ik ging me er ook weer weg. En ik had ook op buialarm nog even gekeken. Geen regen, betekenis. Ik loop de hoek om van de ene weg naar de andere weg. En ik kom in de regen terecht. Want dat huis en toe, want het regent nog. Dus ja. Maar ik zou terugkomen op dat tasje. Het is een blanco-bruine papieren tas. Ja. Waar ook wel eens bestellingen van een Chinees of wat dan ook in worden gebracht. Of katboeren. Nou, deze lag trouwens in de brievenbus, maar die heb ik erbij gedaan, want die behoort erbij. Ja, wat het allemaal is, heb ik zelf nog niet eens niet bekeken. Gelijk een mooie hoes ook. En dat legt op de grond, dus dat moet ik even bukken. Oh man, en ik heb toch een spierpijn ook. Samen bespreken wat kunnen doen om onze mooie planeet minder uit te buiten. Nou,
Deze kaart zat erbij. Andere kant. En ja, dat is één. Blijf liggen. Moet ik even zien hoor. 24 tips om slim te besparen op jouw energierekening. En voor een lagere energierekening, meer comfort en een beter milieu. Maar ja, daar staat je computer ook al bij. Ja, en ik heb hem dagelijks nodig. Ik ga hem echt niet uitdoen of wat dan ook hoor. Want ze vreten meer stroom met aan en uit doen dan aan water. Ja. Nou, en strijken, dat doe ik al sporadisch. Zet de vaatwasser op E-constant. Ik weet niet eens of die dat heeft. Mijn wasmachine die zet ik wel 9 van 10 keer op eco of met kleine wasjes dat die heel kort draait. Dan draai de langste is dan 45 minuten. Dan heb ik 30 minuten en 15 minuten en dan is die al klaar. Ja. Maar voor de rest heb ik hem altijd op eco. Ja, ik ben beneden, verwarm alleen de ruimte waar je bent. Ja, nou de douche die staat ook aan, maar ja, die staat altijd aan. Die kennen in principe eigenlijk wel uit, maar als je wilt douchen, dan is het te koud. Dan moet je eerst een uur wachten voordat dat warm is. Nee. Gebruik een radiator, ventilator. Zet het ter. Gebruik een radiator, ventilator. Oh, wat dat is. Zet de thermostaat 1 graad lager. Hekkel. Ik had hem meestal altijd op 23. Ja, ik heb hem een halve graad lager. Nou ja, boepie. Zet de thermostaat 's nachts op 15 graden. Nou, Mary, hoor je het van een ander? Ja? Je zal het ook wel krijgen, denk ik. Mary, je zal dit pakket ook krijgen, als je het al niet gehad hebt. Ja? Die houdt hem aan. Nee, niet aanlaten. Niemand thuis, zet dan de thermostaat op 15. Nou, dan gaat hij gewoon uit bij mij. En dat staat bij mij ook wel regelmatig uit, wanneer de zon erin schijnt en die al warmte geeft. Gaat hij gewoon uit. Plaats een waterbesparende douchekop. Oh. Die heb ik niet. Maar ja. Ho, blijf. Wat is dit? Wat voelt dat raar aan, dit papier? Oh ja, had ik dat al laten zien, deze kaart? Ik zit wel voor te lezen, maar dat is een grote kaart. En die kant. Nou, dan even daar neerleggen. Dan hebben we 10 ventilatietips. Ventileren. Elke dag produceren bewoners, huisdieren en planten vocht in huis. Daarna vervullen kookluchtjes roken en allergieopwekkende stoffen in de lucht. Door te ventileren worden vochtige en vervuilde lucht afgevoerd naar buiten. Bijkomende voorbeeld is dat droge lucht sneller opwarmt dan vochtige lucht. Dat scheelt weer een energieverbruik. Is uw woning goed geïsoleerd, dan is het extra belangrijk om goed te ventileren. Ja, ik heb van die dingen boven in de muren, boven de keukenkastjes. Met buiten een roostertje. Nou, die kan ik ook harder zetten en zachter zetten, weet je. Dus ja, het wordt wel geventileerd. Enkel als je hem harder zet, je hoort dat gezoem. En, oh, dat kan ik ook zo niet tegen. Dat gezoem, oh, dat zachte, ik hoor hem nou ook wel. Maar niet zo erg als je hem harder gaat zetten. Ik heb geloof ik op stand 3.
Maar ja, in ieder geval. Die gaan we ook eens even de check doen. Dan heb ik hier weer een... Oh jee. Ja, ze komen wat hoor. Tjoe, nog en toe. Kent u de energierekening nog betalen? Ja, nog steeds. Nog wel, ja. Maar je moet even gewoon een vast contract nemen. En dat hebben we al gedaan. Dus als dat er gaat, komt dat helemaal goed. En als je te veel betaalt in een jaar, krijg je het aan het eind van het jaar toch weer terug. Dus. Nou, en ik heb hulp van mijn begeleider. Dus ik zal dit allemaal aan hem laten zien ook. Ja. Dat komt allemaal wel goed. Dan moet ik dat hoesje weer hebben. Dat ligt hier al in. Zo. En daar zit een flapje. Zo. Dan keurig in zo'n hoesje. Kost ook geld. Papier kost geld. Ja, de gemeente heeft even flink in de baan getrapt. Maar van wie is je geld? We hebben het zelf betaald hoor. Ja, echt wel. Radiatorfolie. Maar hele andere folie dan ik momenteel erachter heb. Ja. En er zitten magneetjes bij. Ook dat nog. Ja. Om die radiatorfolie vast te maken. En dat ben er 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dus 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 magneetjes. Oh, 18 magneetjes. Dus ja, dat hoort bij die folie. En dan. Een lampje, 40 watt, kleine fitting, 4 watt led, maar er straalt 40 watt uit. Ja, dat zijn allemaal kleine fittingjes. Dat is 2 en dat is 3. En dat is 4. En dat is 5 met kleine fittingjes. Dat is grote met een grote fitting. Ja, ik zit naar mijn bureaulamp te kijken. Dat is ook een grote fitting. Maar een klein kogeltje, net als dit lampje, daar moet een grote fitting aan. Ja. Yeah. Nou, dan hebben we er 1, 2, 3, ook 5 van. Dus ja. Maar, wat denk je wat Google Hub is? Moet ook al stroombesparing wezen, energiebesparing, weet ik veel hoe we dat noemen. Ja, weet niet, maar dankjewel. Het is toch mijn eigen geld om te betalen voor. Het is al belasting, dus ja, weet je. Jullie allemaal, jullie hebben er allemaal recht op. Ja. Iedereen in Nederland heeft er in mijn ogen er recht op. Simpel als een bruine boom. Hup. En. Hup. Nou, dat moet maar achter mijn bureau en dan moet Erwin en ja, Jan, die af en toe een klusje voor me doet, moet het maar meehelpen. Hè? Ja? Zo. Ja, dat dus. Daar ben ik wel blij mee, maar met de rest wat ik erbij kreeg niet, kreeg ik er ook gratis bij. Hoofdpijn, rugpijn, misselijkheid. En, nou ja, het stroomt uit mijn nek naar boven en naar beneden. Nou ja, en dan krijg je ook rugpijn. Ja. Dus
dus, en ik heb koffie voor me staan, dus ik ga lekker koffie doen en dan ga ik weer aan die vlog bezig waar ik gisteren ook al mee bezig was. Want die wil ik toch tegelijkertijd ook af hebben. Ja, en dan komt het allemaal wel weer goed. Ja, toch? En ik zie er niet uit. Weet ik, ben niet opgemaakt, ik weet het. Lekker belangrijk. Ik ben er wel voor jullie. Ja, toch? En daar gaat het voor. Lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder. Smakelijk eten voor die gaan eten. Bon appétit. En een fijne avond. Ik eet nog lang niet, want zover ben ik nog niet. En ik heb ook helemaal nog geen zin om te eten. Wel koffie, dat wil ik hebben. Lekker een bakje leut. Dus ja, dat gaan we lekker opdrinken. Dus ik zou zeggen, geniet. En tot later. Ja, lieve vrienden. Ik heb een droevige mededeling. Ja. Ik was met een extra vlog bezig. En dat was, moet een verrassing worden. Maar wat ik gedaan had. Heel veel werk voor Jan met een korte achternaam geweest. Want ja, ik heb gisteravond weer een andere vlog in elkaar gezet. En dan verdwijnt al datgene wat ik nodig heb. Ja, ik had het kunnen weten natuurlijk. Hoe dom kan ik zijn? Dat verdwijnt omdat je er weer ander materiaal nodig hebt. Maar ja, ik moet dus weer helemaal opnieuw beginnen. Komt ook wel goed, maar dan moet ik wel een goede dag hebben. Het materiaal heb ik. Moet ik een goede dag hebben, dat ik me goed voel en niks anders te doen heb. En dat ik niet word lastiggevallen door weet ik veel wat, door iemand die onverwachts komt of een telefoontje of wat dan ook. Want anders kom ik nog niet klaar. Nee, want het is een hele moeilijke vlog voor mij, zowel emotioneel maar ook qua werk. Is het heel moeilijk en ook heel veel. Meer dan een normale vlog van het dagelijkse bestaan. Ja. Dus ja, sorry Balori. Het moet eventjes nog op zich wachten. Ja. Maar dat komt hopelijk wel goed. Ik moet me echt wel daar beter voor voelen dan ik me de laatste tijd voel. Ik voel me, ik moet ook momenteel steeds niezen. En toch ben ik niet verkouden. Tenminste, dus, dat voel ik niet. Want als ik verkouden word, moet ik ook gaan hoesten en dan ga je anders praten, et cetera. En dat mijn hoofd zelf, dat zit zo vol. Ik weet het even niet. Nee, ik heb koud. Koud, 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 koud. En nog eens koud. En toch gek de kachel aan, maar ik blijf me koud houden. Ik ken ook wezen, als je naar buiten kijkt, dan word je wel koud met dat natte weer. Maar ja. Wie heeft dat niet? We hebben er denk ik allemaal last van. Ik weet het echt niet. Ja, ik weet het. Ik zie er niet uit. Ik moet nodig naar de kapper. Maar ik denk, ja, bekijk het maar. Het is nog winter. Ja, wintertjes hoor. Ja, ik ga zo zitten. Het ziet er al helemaal niet uit. Nee. Nee, dat hoeft voor mij allemaal nog niet. Ik heb de televisie al wel aan. Ik ga zo ook een hapje eten. Ik heb... al een vlog klaarstaan om te gaan beginnen in de map. Ik heb het programma al klaarstaan. Ik moet eventjes zien waar dit ook alweer over gaat. Want dat weet ik zo uit mijn hoofd natuurlijk niet. Nee, het is van 25 maart. Zaterdag dus. Zaterdag 25 maart. Maar dan moet ik wel weten waar ging dat ook alweer over. Ik weet dat Karin in een helder was, maar is ze hier geweest? Dat weet ik allemaal niet meer. Nee, denk je dat ik daarbij stil blijf staan? Nee. Echt niet. Nee, echt niet. Nee. Maar in ieder geval, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik ga er gewoon weer wat leuks van fabriceren. En ja, jullie hebben natuurlijk ook gezien, er is bij de intro een andere kleur achtergrond. Want ja, de lente is begonnen. Dus ja, ook weer een ander kleurtje, hè. Ja, daar hou ik van. Eventjes mee werken met het seizoen. Eventjes leuk. Dat is toch eventjes fijn, ja toch? Dus ja, er komt meer in petto. Straks hebben we de Pasen weer, 7 april, dan is het Pasen, dus ja. We gaan gewoon weer vol goede moed verder. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En een hele fijne avond en tot later. Zo.
zo, lieve vrienden. De tijd is aangebroken om te gaan lopen. Ja, ik ga mijn meisjes en mezelf klaarmaken om binnen buiten toe te gaan. En dan snel even ons blokje te lopen. Hè, onze vertrouwde blokje. Ja. En als we dan weer thuis komen, dan eens kruid klaarmaken en naar bedje toe, want ik ben echt wel moe. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. Welterusten allemaal en morgen gezond op. En ja, ik zeg altijd, graag tot aan de andere kant van de nacht, want God houdt over ons allen de wacht. Ik zeg tot morgen. Doei! You should know that I want